Goeiedag Eamon, ja, welkom bij deze video. Wij, Matthijs en ik. Hoi. Zijn onderweg naar het doel België. Ja, iedereen kent dat wel, verlaten dorpje. Zeg, als je Europex gedaan moet hebben, dan moet je doel gezien hebben. Nou, ik ben benieuwd. Ja, we zijn schuchter benieuwd. Voor de mensen die Doel niet kennen, Doel is een klein dorpje aan de haven van Antwerpen. Die sinds, nou, was het? Sinds, of nou ja, in 1972 woonden er 1300 mensen. Omdat Antwerpen de haven wou uitbreiden, zou het Doel worden gesloopt. Daar zijn heel veel mensen weggegaan. En nu, of 2015, woonden er nog 23 mensen, dus zeggen een klein stukje minder, heel klein stukje. Nu momenteel wonen als het goed is nog een paar mensen en heel veel is verlaten, dicht, dichtgebouwd, buitenaf. Ga kijken wat er te zien valt. Wat zei je, Matthijs? Ga kijken wat er te zien valt. Ja, we gaan kijken wat we kunnen zien, wat we kunnen vinden. Kijken of we mooie beelden kunnen schieten, mooie foto's kunnen maken. En ja, bij deze, welkom bij deze video en ik hoop dat je ervan geniet. Nee, niet van geniet. Ja, toch even abonneren, blauwe duimpje. Eventjes dat belletje. En, als er weer een filmpje online komt, dan, dan krijg je meldingen van. Ja, zou je kunnen zien. We hebben een mooi onderweg. Een beetje vuil, een beetje helder. Lekker weer. Is een beetje fris. Maar het is wel heel donker gelijk. Weet je veel van het goede, denk ik. Maar geniet van het filmpje en blijf kijken tot het einde, zou ik zeggen. Ja, zoals jullie zien zijn we aangekomen in Doel. Het is lekker rustig. Er is geen ene kut die er is eigenlijk. Er zijn wel een aantal auto's daar ook. Dus ja, we gaan een beetje op onderzoek uit, kijken wat we tegenkomen. We staan hier op de dijk, bijna in het centrum eigenlijk van Doel. Maar ja, gaan we even kijken. Tom Matthijs? Zeker. Zeker. Ja, er moet hier wel heel veel zijn geweest. Ja. Een paar schoenen daarboven. Ik denk wel dat hier flink wat huisnummers staan eigenlijk nog. Oké, hier heb je een hele muur, eigenlijk gewoon nog een binnenmuur van een andere woning. Dus ja. Ja, dit gedeelte. Ja. Zie je hier kijken, maar ik zie hier een schuurtje. Pas op je enkels daar hoor, want er zit een kuiltje. Er zit daar een kuiltje net, waar ik net liep. Hier ben je er dus gewoon eigenlijk achter. Ik sta gewoon in de tuin. Het is echt stil. Het enige wat je hoort is eigenlijk een beetje die vogels en een beetje geluid uit die haven weg. Kijk, maar dan hoor ik net daar dat stukje plastic waaien. Ja. Dat valt gelijk op. We gaan die kant wel even op. Daar liepen we net. Ik kon nog wel mensen praten. Dan moet je ook zien, die hele woning ook. Scheuren erin. Alles staat hier scheef. Nou, we zijn niet de enige mensen hier. Een monumentje hier ook. Nu is het een beetje donker. Ik weet niet wat er precies is. Maar
hier zit. Het is wel mooi zo eigenlijk nu een beetje herfst. Alles. Ja, vind ik wel mooi als in de zomer. Weet je nu, ik ga hem hier kijken maar deze. Kijk hoe het bij de buren is. Ja, kijk of de koffie klaar is. Oh, hier zitten pagaatjes. Sorry Matthijs, ik ben niet nieuwsgierig of zo. Wat dicht begroeid, heel zonde. Ik ben niet heel nieuwsgierig, maar ik wil graag alles weten. Klein huis op zich ook. Padje. Ik had wel verwacht dat het kouder was vandaag eigenlijk. Ja. Er is ook iemand de houtkast aan staan volgens mij. Oh, het schuurtje. Daar ga ik echt niet in staan, maar. Ja, echt hè? Loop hier ruimte door. Ja, Project X. Ja, er zal hier ook wel wat achter zitten, Matthijs. Dicht op maat voor mij. Prikkeldraad. Ja, messendraad. Daar is ook brand geweest, zie ik. Goed kijken. Op wat voor reden zijn er nou prikkeldraad om te branden? Ja. Maar misschien ook wel goed. Dat is een klein parkje dit wel. Hier in tussen kijken. Lol. Je kunt hier nog verder de tuin in. Als je het meer ligt. Kun je nog verder naar voren? Hier ook. En hier loopt dood. Ik loop hier ook door. Die graffiti ook overal. Dat is wel fucking gaaf, hè? Ik wil sowieso straks even weer naar die graffiti muur hierachter waar we nou net lopen. Matthijs. Kijk wat hier nog is. Ja. Kijk dit huis dan. Daar ook hier echt voor. Helemaal overgroeid. Ja. Ik zal hier doorlopen. Ik was straks nog even naar die muur waar we net liepen. Oh, hier is er ook gewoon nog een huisje. Ja. Ik moet het licht te zetten. Man. Ik zie geen donder meer. Maar het is wel heel donker. Het is gewoon een schuurtje, ja. Waar is het dicht, denk ik. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Het is vrij weinig, maar... Kunnen hier nou nog eentje verder? Wat schuurtje.
een kippenschuurtje of zo. Vrij weinig. Ja, het is echt wel raar. Weet je niet te beseffen eigenlijk, meer. Nee. Dat er iemand gewoon een knuppel ligt. Met die kerkklap op, hè? Ja. Het is wel zo. Ja, dat wat die vrouw nou, wat ik nou hoor, wat die vrouw zegt, dat is best wel waar. Het is er eigenlijk allemaal gebeurd. Hoe hebben mensen hier geleefd? En... Ja. Wat is het eigenlijk? Ja, 12 uur. Gelijk hoe laat is. Ja. Ja, dat is echt wel een puntje die je op je bucketlist af kan schrijven. Echt de moeite waard. Ja, zeker. Ook al kun je vrij weinig ergens in. Als je overdag gaat, dan zie je veel. Dat heb wel gekund, denk ik, maar als je het gewoon dicht gaat. Ja. Kippies! Kippies! Kippie wil aandacht. Er wonen hier ook wel mensen, maar je ziet er niemand van. Hé, kippie. Ja, dat is ook zo eentonig. Veel gravity. Gaaf hoor. Ja, echt. Voor andere mensen die dit ook willen, het is echt een aanrader om te doen. Ook al zie je veel, maar niet veel binnen, het is echt een aanrader. Stukje rijden, maar het is te doen. Hé, hey, Matthijs, tweelingbroer. Alleen die heeft paashaar. Het is hier echt gewoon echt rustig. We lopen hier ook een beetje doelloos rond, hè? Eigenlijk wel. Sleutelaretten. Het is geen wasseretten, maar een sleutelaretten. Zou je hier ook een klompenman hebben gehad? Parochiekring staat er op het gebouw daar. Ik denk dat het wel een vrijgelovig dorp was. Denk ik. Ik weet het niet. Oh ja, hier zou nog even kijken. Hè? Klein kapelletje. Ik ben enig die mijn bril aan. Stevie Wonder. Ook wel wat. Hierin in, denk ik. Ja. Oh fuck. Gaaf. Oh, kutje. Stinkt wel, maar... Nee, de schuur is gewoon ingestort, gek. Zeg je? Ja. Toilet! Waarom stinkt het dus zo? Hier heb ik ook geen moeite in gestoken om dit dicht te gooien. Oh, hier kun je ook nog verder, ja.
Ja, niet verder, maar ik kan die wel meer nog zien. Ja. Ik vind het eigenlijk wel slim. Ja, dat loopt nou ook niet verder. Er zit thuis van mensen. Mooi die rook van die kerncentrale. Stroomcentrale, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Batterij. Elektrisch ding. Oh, daar staat ook een hele mooie graffiti daar. En een aap. Mensen, hierbij sluit ik deze video af. Mooie wandelingetje door Doel gehad. Het was apart gezicht. Grappig om te zien. Gewoon een keer een aanrader om heen te gaan. Ik bedank jullie voor het kijken en graag tot een volgende keer. En, als jullie abonneren en liken, dan komen er misschien wel meer video's aan. En bedankt. Kalm.